Nou, moederdag is best wel een speciale dag voor mij, want mijn dochter is jarig op die dag, 10 mei. En mijn moeder is ook jarig op 10 mei. Dus dan wordt het meestal 's ochtends naar mijn moeder toe. En dan tot een uur of 12 en dan terug naar huis, want dan krijg je zelf visite. En dan komt mijn moeder weer gezellig terug, 's middags. Dus, of meestal 's avonds, als haar visite weer weg is, komt ze naar mij toe. En vooral een hele drukke dag dit jaar, want dit jaar valt allemaal samen op 10 mei. Dus ja, wel leuk. Ja, dus wie krijgt 's ochtends dat ontbijtje dan? Je dochter of je moeder? Nou, laat ik het maar thuis houden. Dan heb ik zelf ook nog wat aan. Nee, maar maakt niet uit. Ze kunnen van mij alle twee een ontbijtje krijgen, want het zijn alle twee fantastische mensen.